Dag lieve heidertjes, leuk jullie kijken naar een wat serieuzere video. Want vandaag ga ik jullie vertellen hoe jullie aan een parody van mij kunnen komen. Rayo Gaming! En ik ga meteen zeggen dat ik niet zomaar mijn parodies weg wil gaan geven. Waarom? Omdat ik wil dat het iets speciaals blijft. En daarbij ga ik ook meteen zeggen dat ik het niet onmogelijk ga maken om een parody van mij te krijgen. Maar dat kom ik zo op terug. In ieder geval, voor mij kost het heel veel tijd om een parody te maken. Ik heb weinig tijd. Ik heb een sociaal leven. Ik heb heel veel. Ik heb een vriendin. Ik heb een school. Ik heb een school gewoon waar ik gewoon aan moet werken. Ik heb werk. Ik heb, weet ik veel, allemaal dat bla bla bla. En ik heb ook nog gewoon mijn eigen YouTube kanaal natuurlijk. En ja, ik heb ook gewoon heel veel vraag naar. En als ik dat allemaal aan zou nemen, dan zou ik echt nergens meer tijd voor hebben. En zou mijn kwaliteit ook zwaar achteruit gaan. En het aanzien van mij door meerdere mensen, aangezien, zeg maar, dat zeg maar, als ik dat allemaal zou accepteren, op elk kanaal een parodie van mij zou staan, zou het aanzien van mij denken van, oh, dat is hij weer. Hij doet het leuk. That's it. Maar ik wil dat het speciaal blijft. En ik heb net ook al gezegd dat ik het niet onmogelijk ga maken om een parodie van mij te krijgen. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga geld voor vragen. En dan denken jullie, hij is gierig. Of hij wil geld van ons aftappen. Of hij, weet ik veel, blablabla. Bla, bla, verdien je niet al genoeg geld. Het kost mij gewoon heel veel tijd. En waarom zou ik die tijd niet besteden aan een andere baan? Waarom zou ik die parodie die ik dan zou maken niet voor mezelf maken? Dan verdien ik er niet zoveel op. Dan verdien ik gewoon sowieso niet zoveel op. Maar dan krijg ik er wel iets voor. En dan geeft het een soort van voldoening. En het is ook een beetje om mensen te beschermen. Want ik heb bijvoorbeeld een aantal mensen gehad. Daar ga ik heel eerlijk in zijn. Mensen met 100 abonnees zeggen, ik wil voor een 100 abonnees special. Wil ik een parody maken. En als ik heel eerlijk ben, vind ik dat zonde. Zonde van alle werk en tijd die jij en de persoon die parody, in dat geval zal het dan mij zijn, maar dat maakt niet uit, elke persoon van de parody, zou ik zonde vinden. Want als je mijn laatste parody ziet, dan heb ik maar, het zijn er natuurlijk hartstikke veel, maar het zijn maar 3000 views. En daar ben ik hartstikke blij mee. Ik heb ook super veel likes gekregen, vind ik super tof. Maar als je ziet wat er allemaal langsgekomen, Jurgen van Edeldier heeft geliked en langsgekomen. Simpel Genoeg is langsgekomen. Dus David Games is langsgekomen. En dan heb je dat. Maar mensen met 100 abonnees, die hebben dat hoogstwaarschijnlijk niet. Die komen daar waarschijnlijk niet langs. Die worden niet gezien. Of ja, dat, dan heb je zoveel werk en zoveel tijd gestoken in iets wat 200 mensen zien of zo. En dat vind ik zo zonde, vind ik zo jammer. En dat is niet alleen voor mij, maar ook gewoon voor die persoon vind ik het gewoon zo jammer en zielig. Dus daarom wil ik het ook een beetje voor behoeden, zeg maar. Maar ik ga gewoon eventjes verder. Ik ga gewoon direct naar de prijzen. Ik ben niet duur. Ga ik ook meteen zeggen, ik ben echt niet duur. Want het inzingen en het bewerken daarvan kost 25 euro. En als je dat duur vindt, dan moet je even nadenken dat ik 8 uur ongeveer daarmee bezig ben. Meestal zelfs langer, soms zelfs 12 uur. Maar reken erop dat ik er 8 uur mee bezig ben. In het kortste geval, zeg maar. Deel die 25 even door 3. Dan kom je op ietsjes meer dan 3 euro uit. En 3 euro is iets wat een gemiddelde jongen van 14 verdient, denk ik. Van 14. Als je 14 bent, verdien je ongeveer 3 euro per uur. Dus dat is echt heel weinig. Want ik verdien bijvoorbeeld bij mijn supermarktbaan verdien ik 6,75 euro of zo. Dus dat is minder dan de helft wat ik ervoor vraag per uur. En ik ga ook al mijn dingen losmaken en ik ga ook een pakket maken. Ik ga ook tekst schrijven. Ga ik ook gewoon, dat kan je ook gewoon allemaal los doen. Kan je ook bij doen. 6 uur werk ga ik 20 euro voor vragen. Dus kan je ook weer ongeveer 3 euro per uur. Kan je ongeveer op rekenen. Dat is echt heel weinig. Een video maken kan je ook vragen. Is ook 20 euro. Ben ik ook iets van 7 uur. En ook soms veel langer mee bezig. Want dat ligt er echt aan waar het over gaat. Wat er allemaal gebouwd moet worden. Wat er allemaal gedaan moet worden. Er moet een set zijn. Er moeten misschien mensen online zijn. Dat kost allemaal tijd. En dat is echt een spotprijsje. Als ik het eerlijk gewoon van mezelf durf te zeggen. Gewoon voor de kwaliteit die je eruit krijgt. En het werk en de tijd. Is het echt niks. En die 3 dingen bij elkaar zijn 65 euro. Maar als je die 3 dingen bij elkaar wilt kopen, allemaal bij elkaar, kost het 55 euro. Dus ik krijg 10 euro korting. Wat ook gewoon de helft van
één van die dingen is. Nou ja, behalve van het inzingen dan. En het bewerken. Je krijgt gewoon het totale product dan. Dat krijg je gewoon voor €55. En dat is echt heel goedkoop. Denk er maar over na. Ja, voor niks, als ik heel eerlijk ben, komt voor niks ook de zon op. Je moet er wel wat voor over hebben. Of denk je mij een andere manier terug te kunnen betalen? Heb jij iets speciaals voor mij? Heb jij iets leuks voor mij? Bied het aan. Ik vind het prima. Je kan mij contacteren. Staat een e-mail in de beschrijving. Daarbij wil ik dus ook nog een serie gaan starten. Dat is een serie waarin ik samen met jullie zeg maar een parodie ga maken. Dus zeg maar, ik ga jullie alle stappen uitleggen die ik doe om een goede parodie te maken. Ga ik jullie dus vertellen hoe je aan de goede muziek komt, zonder copyright, waar je dat vindt, hoe je dat goed krijgt. Heb jij niet het goede stembereik, hoe je dat aan kan passen, de muziek aan kan passen, welke programma's je daar goed voor kan gebruiken. Want ik heb één heel goed programma waarmee je dat goed kan. Wat hebben we nog meer? Tekst schrijven, inzingen, hoe je daarmee een beetje kan cheaten eigenlijk. Hoe je daar een beetje vals kan spelen met zingen. Hoe je dat beter kan laten klinken. Of effectjes die je gewoon natuurlijk kan maken. Noem het maar op. Ik ga dat allemaal behandelen. Hoe je de video maakt. Hoe je bijvoorbeeld samen zeg maar met andere mensen of in je eentje eigenlijk ook nog een video kan maken. Hoe je dat allemaal doet. En effecten ga ik natuurlijk niet behandelen. Dat kan je gewoon ergens vinden. Maar ik ga je in ieder geval die stappen uitleggen. En dat is echt voor de mensen die wel heel graag willen. Wel net zoiets kwalitatiefs willen. Of zoiets. En dan krijgen jullie dat te zien. Dan weten jullie hoe dat moet. En dan leg ik jullie dat uit. Nogmaals, ik ben hartstikke goedkoop. Ik zeg echt niks raars. Ik denk dat iedereen in mijn geval dat zou doen. Heel veel mensen die zouden gewoon tegen iedereen nee zeggen. Ik zeg gewoon van, het kost wat. Maar het kost niet veel. Dus dat. Dus ja, informatie staat in de beschrijving. Zat ook nog allemaal, zat allemaal ook de dingen die ik net gezegd heb van het inzingen. En hoeveel de kosten zijn en zo. Staat allemaal in de beschrijving. En je kan me gewoon contacteren. Op riogaming@gmail.com. En dat was het. Dat wou ik even duidelijk maken dat ik het dat was. Bedankt. Ook bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken, te favoriten en te commenten. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. En tot dan zeg ik... Daaah!